Reffe! 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 Slaap ik elke weekend toch heel wel? Vind je dat niet erg? Nee, dat vind ik niet. Want die regelt toch wel chicks. Nee, Nick, begon! Meneer, wat wist je? Politie. Oh, nee. Dit is de persoon die wel als LSP gaat worden. Derde persoon, daar is hij. 3, 2, 1. Goedemorgen en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. En deze keer ben ik wel al een tijdje opgestaan, maar alsnog heb ik een best wel krakerige stem. En mijn kat die wil ook weten, het eten zit ook weten te schreeuwen zoals dit. Maar wat een weertje vandaag, jongens. Oh, lekker. Het begint al wel herfst te worden, maar dit is echt nog wel even lekker om mee te maken. Ik sta op het punt om weg te gaan, want ik ga lekker richting Haarlem. Ik ga samen met Nick een broodje halen. Wij doen dat best wel vaak eigenlijk. Gaan we in Haarlem altijd een broodje halen en een beetje bijkletsen en gezelligheid. En dan ga ik vanmiddag naar de kapper en ik ga padellen met Sam en nog een paar andere mensen. Het wordt hartstikke leuk vandaag en ik ga jullie weer gewoon lekker meenemen. Dus let's go! Wat doet hij dat mooi. Even goed bij mijn oor zo. Hup. Zo! Hey, goedemorgen. Jij gaat ook lekker mee broodje halen, want jij hebt ook trek. Ik heb heel veel trek, maar ik moet ook naar de kapper. Ja, ik ga vandaag naar de kapper. Ja. Maar jij lekker niet. Heel fucking veel haar omhoog op zijn man. Ja, het begint wel een beetje veel te worden, Ruud. Ja. Ik heb gisteren trouwens heel mijn auto van de binnenkant laten reinigen. Alles is weer helemaal alsof het nieuw is gewoon. Wauw, kijk echt, alles is hier met een stofdoek afgedaan. Mijn stuur is weer helemaal mooi. Alles is met doekjes afgedaan. Alle troep is opgeruimd. Oh, heerlijk. Weer gewoon een nieuwe auto. Dan loop je dan met je goede gedag. De stromende regen. Nou ja, het was wel lekker de weer net. Het is nu een beetje bewolkt. En koud. Het is koud, jongens. Ik zei het tegen Ruben. Het is heel grappig dat je opeens zo erg het verschil merkt weer tussen zomer en opeens herfst. Het is opeens, voor mijn gevoel is het ook echt opeens gegaan, dat het opeens fucking koud is. Nou, het was de hele zomer al kut. Ja, sowieso, de zomer is helemaal niet heel lekker geweest. Maar goed, we zijn in de stad en we gaan naar Gamon. Nick en Bella die zijn er al, die zijn een broodje voor ons aan het bestellen, maar wij waren zoals altijd. En jij eet te laat? Ja. Oh, daar zitten ze. Bij Gamon. Ik heb je geprankt, hè? Waarom? Oh ja. Ja. Kijk, elke keer als ik naar Gamon ga, hebben we er gewoon zoveel zin in. En Nick die zegt dan... Hij was dicht. Ik zei dat hij dicht was. Hij zei... Maar hij was helemaal niet dicht. Nee. Maar je hing op. Omdat je zei, hij is helemaal niet dicht. Toen hing je op. Ik dacht van, shit. Denkt hij dat hij echt dicht is? Of gewoon... Nee, ik geloof het niet. Ik zei, dit is sowieso een grap. Toen hing ik op. Dus ik ken jou gewoon te goed. Ik dacht dat het maandag was. Maar maandag is dicht. Ja, hij zei zo... Ja, maar maandag is sowieso al dat ik zeg, Ruud, het is dinsdag. Ja. Goedemorgen. Van dat jij kent. Ik ga mee padellen. En ik ben heel goed. Maar hij wordt eerst geprankt. Nick heeft straks opnames, maar hij denkt dat hij geprankt wordt. Nou, ik heb dus geen opnames. Ik heb een coaching sessie met Irene Moors. En ze heeft wel een website dat ze coachings doet. Maar ik weet het niet. Het voelt gewoon gek of zo. Ik denk dat je in de maling wordt genomen. Ja, het zou zomaar kunnen. Maar als dat is, dan ben ik op mijn hoede en dan ga ik gewoon terugpranken. En als ik wel een echt coaching sessie heb met Irene Moors, ben ik super blij. Want ik vind haar heel goed. Ja. Zo. Dat is een ziek ding, hoor. Martin! Reffe! 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 Nee, dat is zo grappig. Ja, al die kinderen hadden tegenwoordig doen zo reffe. Nee, Nick, ik zie jou vanmiddag. Doei, jongens. Veel plezier met de prank. Graag gedaan. Ik bedoel, bedankt voor de broodjes. Graag gedaan. Doei. Oh, doei. We hebben lekker broodje gegeten. In de stad. In het centrum. Van de eigenaar van de blauwe BMW zijn auto weghalen uit garage. Dankjewel. Nou, dat komt er goed uit. Dat gaan we nu doen. Maar ja, Ruud, jij moet lekker naar school. Dus daarom gaan we Ik moet niet naar school. Wel, jij moet wel naar school. Nee, ik ga niet. Hé, hey, hoe ga je dat straks doen in Amstelveen? Dan woon je lekker dicht bij je school. En dan ben ik heel vaak alleen thuis, omdat jij naar school moet. Ja, zielig voor je, man. Zielig, hè? Ja, zo zielig. En die andere persoon dan, moet die ook nog naar school? Ja, we weten nog steeds niet wie het is. Ja, ik ga niet van zeggen, hoor. Hé, hey, heel veel mensen die denken dat het Sam is. Denk je dat het Sam is? Ga niet zeggen. Misschien dat ik jullie er vanmiddag iets meer over ga vertellen, maar dat weet ik nog niet zeker. Maar wie weet. Ruud, we zitten nu in online les. Maar wat deed je nou? Kijk, ik ging net die meeting in, of dat is les in. En blijkbaar zat jouw microfoon er nog aan. En dan wist ik het. Je liet een keiharde boer. En je hoort het, dus het, kan je dat even niet doen? Ja. Dus ik heb het nu snel gedempt. Ik zat dit hier. En opeens hoorde ik heel hard zo van, kan je dat even niet doen? Je laat gewoon die boer bij je online les. Oh, dat moet je echt niet doen. Ik denk dat jij nu minpunt krijgt. Ik denk dat jij nu ook van school wordt gestuurd. Heel overzichtelijk. Ik ga mijn klassenchat kijken of iemand het heeft gehoord. Oh, wat zegt hij? Ha, lekker man, flink boer. Oké. Oh, wat ben ik blij dat ik die online lessen niet heb meegemaakt meer. Ik heb eigenlijk geen school meer gehad sinds ik... Hey, ik even stil zijn, ik heb les.
Ik heb nooit online lessen gehad, want ik ben al gestopt met mijn opleiding voor corona. Maar ik weet zeker dat als ik online les had gehad, dat er sowieso iets mis was gegaan. Of ik had inderdaad geschreeuwd, of ik had inderdaad iets gedaan, of mijn camera's stond gaan. Echt, ik ben echt zo'n type waarbij dat gebeurt. Maar beter dat ik geen online les heb gehad. Dus Ruben doet het maar voor mij. Loser. Nee, jongens, zijn jullie de andere kant van Vincent, hè? Nee, ik heb alleen een hele zachte, lieve kant. Wat ga jij doen straks? Ga jij lekker naar Amsterdam? Je bent klaar met school, je gaat pakketjes wegbrengen. Ja. Kom jij ook eventjes padellen straks? Ja, misschien kom ik wel even langs. Kom dan even. Eten anders misschien. Namelijk. Dat kan. Gezellig. Want die zijn jullie allemaal. Met Sam en met Niek. Met Sam. Ja, ik wil ook niet dat Sam komt daar. Zullen we Sam gewoon afzeggen? Fuck hem. Fuck Sam. Fuck Sam gewoon, weet je wat? Fuck Sam. Fuck. Goed, het is tijd om naar Kappertje Knip te gaan. Dus ik ga naar Kappertje Knip. Hoe laat moet ik er zijn? Straks, nu. Oh, ik heb er zoveel zin om naar de kapper te gaan. Het is echt al lang geleden voor mijn gevoel. Ik denk 2 of 3 maanden ben ik al nu naar de kapper geweest. Dus ik ga mijn auto weer in de garage zetten. En dan ga ik lekker naar de kapper. Oh, het was vanochtend zo ook lekker weer. Nu regent het, jongens. Vreselijk. Yep. Daar zit je dan. Met je goede gedrag. Hey. Dit gaat de goede kant op. Ik ben al lekker kort aan de zijkantjes. Ik ben gewoon bijna kou, joh. Hey. Oh, lekker jongens. Ik vind het heerlijk om weer helemaal fris te zijn. Wat een hondenpest weer, zeg. Heb ik net mijn haar gedaan bij de kapper. Oh. Maar goed jongens, ik ben weer helemaal lekker kort en kaal. En ik ga nu snel naar de auto. En dan ga ik lekker naar huis. Oh, heerlijk. Het is zo lekker. Straks in Amstelveen heb ik ook mijn eigen parkeergarage. En wat ik nu heel vaak heb, dan ga ik naar de dan ga ik naar de afwas. Nee, maar dan ga ik naar de wasstraat. Dan laat ik hem helemaal wassen. Dan zet ik hem vervolgens in mijn straat. En zit hij weer helemaal onder de vogelkak en blaadjes en gedoe. Maar goed, straks in Amstelveen heb ik gewoon net als dit. Gewoon lekker mijn eigen parkeerplekje. En ik heb er zoveel zin in, jongens. Ik kan niet wachten. Het duurt waarschijnlijk nog 2 of 3 weken tot we erin kunnen. En oh, we hebben al zoveel spullen gekocht en zo. En allemaal bezig ermee. Maar ik ga jullie sowieso heel veel in meenemen. En we gaan alles inrichten nog. Dus het wordt sowieso hartstikke leuk. Dus hey, ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan even, want het zou chill zijn. Oh, fuck. Ik kan nog maar 8 kilometer met de tank. Ik hoop dat ik het haal. Uh-oh, jongens. Ja, er staat nu dat ik nog maar 0 kilometer kan. Dus, kom ik aan of niet? Ik weet het niet. Het is nog een heel klein stukje, dus ik hoop het wel. Ja, jongens. Daar zijn we! Let's go! Weet je hoe kut het trouwens zou zijn als hij zeg maar echt net nu hier zou uitvallen? Dan moet je duwen. Dan moet je duwen, maar daar heb je geen zin in. Oh jongens, kijk eens even. We zijn er, hotseklats. Moet je eens even kijken, ben ik net naar de kapper geweest. Heb ik wax en zo ingedaan. En is het vervolgens lekker gaan regenen. Maar goed, ik moet zeggen, het is goed geknipt. Alleen je ziet het nu nog niet helemaal goed. Maar ik ben gelukkig wel weer helemaal kort en fris. Dat heb ik nu ook al 3 keer gezegd, dus ik ga tanken. Let's go. Ik ben even thuis geweest, maar ik stap weer gelijk de auto in. Want ik ga richting Nick Rosen. En Nick Rosen heeft een nieuw huis. En ik weet niet of jullie het al gezien hebben. Voor de mensen die Nick's vlogs volgt, dan heb je het waarschijnlijk wel gezien. Maar zo niet, dan ga ik jullie straks het huis een beetje laten zien. Of trouwens... Heb ik het trouwens niet al een keer laten zien in de vlog? Nou goed, ik weet niet zeker, maar er is heel veel veranderd. Dus ik ga daar nu heen en dan ga ik het laten zien. En dan gaan we vanavond met een hele leuke groep uit eten. Padel is het niet meer geworden, omdat het overal was het vol. Overal. Padel is echt zo'n hele... Ik weet niet of jullie padel kennen, maar padel is echt een hele populaire sport geworden de laatste tijd. Ik vind het echt hartstikke leuk. Maar ik denk andere mensen ook, want het is elke dag vol. En daarom kan ik niet padellen met mijn vrienden. Hey! Zit je haar goed? Thanks! Moet je eens eventjes kijken, wat een leuk huisje! Een bank, een tapijt, een tafel, ik ga nu alles even opnoemen, oké? Een lamp, een tafeltje, een poef! Een pan! Een schilderij met een hoofd erin en... Nee jongens, ik maak maar een grapje, maar jongens, kijk eens eventjes hoe leuk het is geworden. De vorige keren dat ik volgens mij dit heb laten zien, was het best wel leeg nog, toen was er niks. Ja. Nu is het gewoon echt helemaal... kijk dan! Ook een beetje groen erbij! Groen erbij! Nee, het ziet er echt heel goed uit. Mooi tv'tje, PlayStation erbij. En dan komen hier, hebt... Kijk, dit heb je er helemaal zelf ingezet toch, Jopie? Ja, ik heb er zo lang bezig geweest, maar... Ja, snap ik. Het is ook wel een beetje gedoe, hè? Ja. Nee, een lekker tafeltje, mooie keuken. Jopie, goed gedaan! Dankjewel! Is een mooi huis geworden. Bedankt.
Hé, hey, wat vind je van mijn haar? Ja, ik vind het wel echt mooi, maar het doet een beetje denken aan Vincent van 17, 16 jaar oud. Het maakt je wel echt 4 jaar jonger of zo. Ja. Vind je ook niet? Ja. Nee, dat vind ik ook. Dat vind ik ook. Maar ja, daar kan je nu niks meer aan doen. Nee, daar kan je nu niks meer aan doen. Oh, maar jongens, als ik dit zo zie, dan heb ik ook zoveel zin in mijn eigen huis. Ik gewoon lekker straks mijn eigen plekje ook, waar ik ook lekker tv kan kijken en kan PlayStation. Dan voel je gewoon weer helemaal, helemaal vrij. Ja, dat snap ik. Ik heb echt zin in jouw huis in Amsterdam. Ja, dat is ook leuk. En, hey, en dan kunnen we altijd na het uitgaan, kunnen we... Bij jouw crash, ja, want dat is wel, hier hebben we geen logeerkamer. Nee, maar ik heb en één heel groot bed, dus dan kunnen we samen in bed. Nee, 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 want dat jij gaat nooit mee naar huis volgens mij zonder vrouw. Dus waar ga ik dan slapen? Op de bank. Heb je de bank al uitgekozen? Het is een hele mooie bank. Hij is groot. Het is zeg maar, het wordt een bank ongeveer, zeg maar zo, maar dan wordt het nog langer. Volgens mij is hij 2 meter lang. En dan ook nog zo'n heel lang stuk. Dus dan kan je zeg maar op het zo... 2 meter net... lang, deze is 2 meter nog wat hoor. Deze is langer dan 2 meter en zo. Oh nee, dan wordt hij nog wel iets langer. Maar kijk, ik bedoel, hier kun je bijvoorbeeld ook al op slapen. Ja, ik ben 1,90, snap je? Ja, maar stel, hier kun je toch prima op slapen al? Ja. Nou, ik heb ook zo'n soort bank. Chill! Maar dan slaap ik elke weekend op jouw bank. Vind je dat niet erg? Nee, nee, nee. Dat vind ik echt... Want die regelt toch nooit chicks. Oh, wacht. Oh, ja, nee. Of bij Ruben in bed. Ze weten natuurlijk nog niet. Die naam weet ze nog niet. Oh. Dan ga ik wegbliepen. Oké. Okay. Want ze weten nog niet wie erbij komt wonen. Oeh, maar dan denk moet je ik... dat ze dat interessant vinden dan? Ik denk wel dat ze het leuk vinden. Ik denk ook dat ze het wel leuk vinden. Maar... Dat is hier wel echt een... Ja. Ja, dus maar jij zegt, dus, jij zegt dat geen... Ik denk dat hij toch nooit chicks vindt. Dus gaan lekker bij hem in bed slapen. Ja, dat is een goeie. Maar hey, als ik geen chicks fix, dan mag je ook bij mij in bed. Ja, leuk! Maar jij hebt al een chick. Ik wilde zeggen, jij hebt het ook altijd van de chicks fixen. Maar laten we het maar niet in de vlog zeggen. Dat vindt Bella niet zo leuk. Nee. Doe maar niet. Nee. Ja. Oh, jongens, moet je eens kijken wat lekker. Lekker FIFA spelen. En FIFA 22, dat is ook mooi. Die hadden stofzuiger. Ik heb er 2! Eentje die kan wijlen en eentje die niet kan wijlen. Is toch vet? De stofzuiger niet wel in één. Ja, Pink, dat ga je straks ook krijgen. Als jij een huis hebt, Pink, dan word je blij van dingen in je huis. Van stofzuigers. Stofzuigen. Ja, hier is goed. Hoi. Maar goed, FIFA 22, jongens. Oh, ik heb er zoveel zin in. Straks lekker in Amstelveen, voor de tv zitten, gamen. Als het goed is, krijgen we straks ook een PlayStation 5. Oh, en dat is zo nice. Oh, ik kan echt niet wachten, Nick. Ik kan gewoon niet wachten. Nick heeft trouwens ook gewoon een hele tuin. Moet je eens even kijken. Zelfs met een tuinschuurtje. Tuinschuurtje. Ja, dit is wel een tuinschuurtje. Ja. Schuurtje staat er altijd. Schuurtje staat er altijd in de tuin. Ja, dat is waar. Ja, ja. Schuurtje. Maar 2 maanden komt de tuinman. Dan gaat dit dak er ook allemaal af. En dan gaan we hier echt iets moois van maken. Pik. Ja, het ziet er nu nog een beetje verwilderd uit. Maar je hebt wel een grote tuin. Ja. Maar hoe ga je het doen? Ga je overal gras neerleggen of ga je op een gegeven moment ook daar een beetje vol daar in het hoekje steen waar je dan de pingpongtafel neerzet? Ja, ik weet het niet, ouwe. Of ik zou hier een lange schuur en dan daar gewoon een verkapping. Ja, dat is ook leuk. Ja, joepie, dat wordt dat, hè? Ja, dat wordt wat. Ik ga mijn jas pakken en mijn spulletjes, want wij gaan... Naar Loetje! Wij gaan naar Loetje! Nee, Ruben is in Amsterdam, Sam is in Amsterdam en die wilde daar gaan eten, want die bleef in Amsterdam. En ik zei, jongens, laten we naar Loetje gaan, want ik heb al heel lang niet meer bij Loetje gegeten en ik heb daar altijd zoveel zin in, zo'n lekker stuk vlees, hè, zo'n lekker groot stuk vlees! Ja, ze hebben ook vegetarische dingen. Ja, ze hebben ook vegetarische dingen, maar ik ben niet vegetarisch. Nee. Dus dan ga ik denk ik toch voor het stuk vlees. Ja. Sorry als je wel vegetarisch bent, maar ik vind vlees heel erg lekker. Je zou maar voorbij lopen en je zou opeens hier het huis binnenkijken. Hallo! Hey! We zijn aangekomen in Amsterdam, gelukkig. Ja. Ik voel me altijd zo onveilig bij jou in de auto. Nee, Nick! Goh! Ik probeer even rustig te Sorry, er kwam een camera. Er kwam iemand. Met een camera. Wij zaten net te bedenken, hè? Ja. Stel, je hebt een flitspaal bij een stoplicht. En die voor rood licht ook flitst. En er staat 1 auto voor te Ja, er staat iemand ervoor gewoon bij voor het rood licht te wachten. Ja. En jij komt met een auto, kom je aanrijden en je ramt die gast, boem, zo door over de streep heen. Krijgt diegene dan een boete, ja of nee? Ja, wat is dan door rood gegaan? Ja, dan is het gewoon door rood gereden. Dat is wel grappig. Maar ja, ik denk dat jij meer de zaak bent, dat je meer schade hebt aan je eigen auto dan... Ja, dat is denk ik ook wel waar. Kost. Ja, uiteindelijk, maar ja, want jij moet ook heel de schade, moet je, dat gaan ze bij jou claimen als jij tegen iemand aanrijdt. Ja, waarschijnlijk dan moet je ook die boete betalen, want dat is ook nog eens jouw schuld. Ja, nou, geen goed idee. Nee, jongens, we gaan het niet proberen. Nee, hier is het al. Nee joh, is het hier al? Loetje! Ik vroeg me laatst ook nog af,
hoe werkt de toeter van een auto? Want hoe komt er zo'n geluid uit? Wat voor systeem zit erin? Ja, dat is wel Nee, trouwens, dat is toch wel heel logisch. Dat is toch gewoon elektronisch. Dat als je iets indrukt, dat er gewoon via een zendertje, het is toch hetzelfde als je een lamp aandoet. Maar zit daar dan ergens een toeter in? Ja, dan zit er gewoon een klaksofoon. Meneer, wat is het? De politie. Oh, nee. Helemaal niet. Oh. Jongens, ik weet niet waar ik moet parkeren. Ja, ergens. Jongens, ik heb zin in een lekker stukje vlees. Heb je er ook zin in, Jopie? Mag ik een kaarshouder en sleutel? Nee. Ik vraag daar niet om. Maar wat zou er gebeuren als ik hiermee sla? Heel hard. Dan heb je echt wel een grote wond. Ja? Ga je dan aangezien? Ja. Hi, ik vind het dus niet naar het toilet. Wat vind je dus niet weet? Is dat er een enorme verrassing op hem staan te wachten zo meteen. We hebben dus iets geregeld in het restaurant. Dit zijn allemaal acteurs. We horen allemaal uit. En we gaan zo meteen, gaat gewoon iets heel heftigs gebeuren. Vincent weet natuurlijk van niks, dus dat is superleuk. En we hopen dat alle acteurs zich goed hebben voorbereid. Iedereen in dit restaurant speelt dus mee, inclusief personeel. Ja, dat wordt echt leuk. En deze vrouw werkt bij Loetje. Wat is het lekkerste wat Loetje heeft? Ja, ik dacht, dat je jezelf ging zeggen. Hey. Wat is hij nou weer aan het doen? Aan het flirten. Oh. Is alles eruit? Ja. Oké, gelukkig. Het is helemaal goed gekomen. Ben je klaar voor je grote verrassing? Wat is mijn grote verrassing? Ja, daarom is het ook een verrassing. Wat heeft hij gezegd? Geen idee. Je dit afzet in de oh, top. Oh, dat was de verrassing. Wat neem jij voor lekkers? Nou, ik neem jou. Ja, ik ga naar huis. Hoe dan? Ik ben klaar met de auto. Gaan we veel zien in de trein. Mooi. Kom lekker zitten. Dankjewel. Wil je er? Ik zit net zo heel cool hier op de oor. Nee, ik moet echt naar de kapper. Ja, ik ook. Geen spreek. Ik ga even naar de kapper. Kijk hoe het eruit ziet. Oh. Lijkt met 12. Eerlijk. Ja, het is weer gewennen. Maar het is wel mooi knip. Echt gewennen? Ja, ik vind het ook heel erg wennen. Ik vind het apart. Nee, maar dat komt gewoon als je gewoon heel klaar in één keer naar een modelletje gaat. Hey, waar is Sam? Altijd te laat. Sam is altijd te laat. Het zou een boer van kunnen zijn. Ja, dat voordat jij hem ging maken. Je zet een pakje die mes en zegt, ik ga je steken. Wat nee, doet hij? Nee, stop. Hij steekt dat ding. Fucking op bij. Zegt hij, boeien, doet hij bij zichzelf? Doet hij bij zichzelf? Zegt hij, oh, inderdaad heel scherp. Nee. Gaat gelijk door mijn broek heen. Nu wil ik hem terugsteken, zit hij niet doen, doet pijn. Ja, hij zegt eerst tegen mij, ik ga je steken. Dus ik pak uit de pijn en pak ik mijn mes. En hij, en toen deed ik een klein... Gaat er niet om wie als eerste woorden gebruikt, gaat om wie als eerste daden gebruikt. Doe het mes weg. Dit is geen goed voorbeeld voor je jeugd. Nee, jij begint het erover. Jij yes, zegt, ga je steken. Ik was in een bedreigde situatie. Nu ik. Hey, hey. Stop, jongen. Ik ben er niet. Oh, Sam. Is die trui echt? Ja. Wow, dik. Hey, maat. Nou, jongens, veel van jullie hebben natuurlijk ook een beetje lopen raden van wie gaat er bij ons in Amstelveen wonen. En jongens, dit is de persoon die bij ons in Amstelveen gaat wonen. Derde persoon, daar is hij. 3, 2, 1. Laat je even horen. Oh, Sam. Hebben we de sleutel, Sam? Oh, lekker. Hey, ik ging bij jullie wonen. Oh, was jij het? Hoe heb jij de sleutel, Sam? Hoe heb jij de sleutel, Sam? Ik heb een verrassing voor de gasten. Maar wij hebben niet eens een sleutel. Nee, nog even. Ja. Maar heb je zin om bij ons te wonen? Ja, nou eigenlijk niet. Maar ik werd gedwongen. Dus moest ik. Je bent eigenlijk gedwongen. Natuurlijk wil jij het huis. Maar dan ga jij het huis. Binnenkort. Ik ga er ook wel. Nee, grapje. Nee. Jongens, weer iemand afgestreven. Het is niet Sam. Het is niet Sam. Ik wil ook nog even in beeld. Ik ben het ook niet. Miek is het ook niet, jongens. Oh, wat lekker. Lekker. Heel leuk. Zo, ik had er zin in, jongens. Niet normaal. Niet normaal. Jongens, eet smakelijk. Ik vond jou wel beter dan Stefan. Ik voel hem al aankomen. Ik voel al ogen in mijn rug. Maar wat zei je nou? Over dat nummer. Ja, ik vond Stefan daar wel beter dan jou. Ja, dat snap ik. Ja. Wij hebben lekker bij Loetje gegeten. Het was fantastisch. Het was echt fantastisch. Leuk. Echt leuk. Maar wat een rot weer. Wat een pestpleuren honden. Wat honden weer. Weer, jongens. Nou, ik vind het wel. Het weertje had beter gekund. Ja, het
is natuurlijk niet heel leuk, maar... Het is niet heel fijn, het is niet heel fijn. We kunnen er gewoon niks aan doen, dus we moeten maar niet Maar wel stom hè, die mensen denken nu, hey, Sam is onze nieuwe huisgenoot, maar we weten gewoon nog steeds niet wie de huisgenoot wordt. Niek is het ook niet. Ik ben het ook niet. Wie denk jij dat het is? Ik weet het. Ik weet dat hij het is. Ik ben weer lekker thuis en ik ga lekker mijn bed in. Ik heb echt super veel zin om naar Amstelveen te gaan. Ik blijf het maar zeggen. Maar ik kan gewoon niet wachten om straks gewoon lekker in mijn eigen badkamer te staan. Lekker mijn eigen bedje in te gaan en gewoon mijn eigen ruimte te hebben straks. Maar goed, vond je dan een leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren en dan spreek ik jullie later.